Yo, wat kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op de kanaal, oftewel Rotjoch. Het is geen game video, het is geen video die we normaal doen. Maar het is natuurlijk weer een nieuwe schema uitleg. Want wat ik ga doen natuurlijk, ik ga elke maand, zoals ik met jullie beloofd had, ga ik met jullie kijken welke video's het meest bekeken zijn. En op basis daarvan gaan we een nieuwe schema doen met nieuwe video's en nieuwe series, zodat mijn kanaal blijft. Ja, hoe moet je het noemen? Evalueren naar het volgende level. Want ik wil natuurlijk niet dat jullie stomme video's krijgen. En ik wil kijken hoeveel video's ik kan doen die ik zelf leuk vind om op te nemen. En dat jullie ook leuk vinden om te kijken. Dus we gaan op basis van een aantal weergaven hebben we gekeken. Elke maand ga ik dat nu ook doen. Van oké, deze video's worden het minst bekeken. Dus dat vinden jullie het minst leuk. Het gaat dus niet om het geld, of dat dan ook, waarom het minder bekeken wordt. Maar het gaat erom, oké, jullie kijken deze series het minst. Dat houdt in dat jullie die series ook het minst leuk vinden om te zien. En zo kan ik steeds meer gaan kijken van oké, ik vind Call of Duty Black Ops bijvoorbeeld leuk om te spelen. Ik ga kijken of ik dat op mijn kanaal kan doen. Wordt het leuk bekeken? Ja, dan ga ik het houden voor in de volgende maand. Dat hebben we vorige keer getest. En dat is jullie heel erg bevallen. En daarom, samen met jullie, heb ik besloten om dit schema op te zetten. Daar gaan we dan. Oké, hier zit dus het schema. Daar gaan we. Maar zoals je kunt zien meteen al, is de eerste rij, maandag 1 tot en met zondag 7 februari, is in het paars en er staat in vakantie. Wat houdt het in? Nou, die week ben ik op vakantie en voor die week doe ik wel maar 1 video per dag. Maar de rest van de maand doe ik natuurlijk 2 video's per dag zoals ik jullie beloofd had. We gaan even kijken hoe ik het ga doen met het schema in ieder geval van de eerste week. Nou, de eerste dag heb ik Ark Survival, die gaat gewoon door. Lekker Ark spelen, want die serie heb ik vorige maand jullie echt geprobeerd. Is super goed vervangen, super goed bekeken, jullie vinden het hartstikke tof. Dus inderdaad, jullie worden ervoor beloond. Hoe meer jullie een video kijken, hoe meer ik jullie beloon door het te houden. Die serie houden we erin, hartstikke tof. Volgende is Agar.io. Dinsdag is er een random game. En een random game is Agar.io. Die mogen vast weten welke game het is. Het is Agario. Die houden we voor op dinsdag de tweede. Woensdag de derde komt een Mindtopia video online. Van mij nog eventjes een normale Mindtopia video. Niet de Verzeer of the Hero. Maar normaal gewoon de roleplay video. Komt mij online op de woensdag de derde. Donderdag de vierde komt er een Call of Duty Black Ops 3 video. Mijn allereerste van mijn nieuwe serie gestart. Nou, het is niet echt een serie, maar een soort van uitleg. Ik ga vragen welke serie ik moet doen. Dus een Road to Gold Gun, een Road to Dit of to Prestige. Whatever wat jullie leuk vinden. Maar in ieder geval kan ik natuurlijk Black Ops 3. Daarna komt vrijdag 5e iets speciaals. Het is een Mindtopia gastrol. Want, zoals je weet, ben ik weg bij de FBI. Maar ik heb nog wel heel veel vragen over de FBI. En dan komt degene die op dat moment de director van de FBI is. Dat is een vriend van mij, Ketel. Die komt hier op vrijdag op mijn kanaal. Gaat hij jullie uitleggen hoe je bij de FBI kan komen werken. Dus ik zal zeker kijken hoe Ketel jullie uitlegt hoe je bij de FBI kan. Want hij is nu de baas, de director van de FBI. Dus die komt op vrijdag. Zaterdag komt Call of Duty Black Ops 3. En de laatste is natuurlijk zondag komt een Akinator. Normaal op zaterdag en zondag hebben we andere video's. En het hele schema is allemaal anders. Maar dat gaan we nu met jullie bekijken. Maar voor deze week, omdat ik op vakantie ben, is hij een beetje anders. Goed. Nu gaan we kijken naar het echte schema. Dus inderdaad van maandag 8 tot en met zondag. De 28e blijft het schema op deze manier staan. Daar gaan we. Let's fucking do this. Als allereerste op maandag heb ik Ark Survival om 5:30. En om, hier zie je dat, om 7:30 heb ik GTA 5 staan. Jawel, GTA 5 ga ik spelen. Het kunnen races zijn, het kunnen lopen, kutten en derpen met vrienden zijn. Het kan van alles zijn. In ieder geval komt de GTA video online. Dinsdag de 9e, dus net dat dinsdags, heb ik een random video. Dat kan van alle soorten games zijn of gewoon iets anders. En dan Call of Duty Black Ops 3. Dat is een extra dag gewoon Call of Duty Black Ops. Woensdag heb ik Mindtopia staan. Call of Duty Black Ops 3. Dus alweer Black Ops 3. En op donderdag Mindtopia weer. En Call of Duty Black Ops 3. Dus ik heb 2 dagen op rij Mindtopia. Dus woensdag en donderdag. En Call of Duty Black Ops 3 op woensdag, donderdag en op dinsdag zelfs. Dus 3 keer per week Call of Duty Black Ops 3. Vrijdag krijgen we interactievideo's. Of dat Dylan, vrijdag. Dan gaan we doen heel simpel. Ik ga video's doen waar ik bijvoorbeeld een Q&A doe. Want dat vroegen jullie om. Jullie wilden vaak een Q&A. Het kan zijn dat ik ga reageren op leuke vragen, leuke video's, leuke reacties onder mijn video's. Ik kan jullie video's gaan bekijken van kijkers. Ik kan vragen beantwoorden op Snapchat of gewoon Snapchat foto's doen. En ook reageren natuurlijk op haatreacties. Het is meer een video waar ik met jullie, mijn kijkers, mijn publiek, mijn awesome fans, gewoon ga interactie gaan hebben. Gewoon gaan praten ook bijvoorbeeld op Skype. Een keertje gesprek met jullie op Teamspeak. Gewoon dat soort leuke video's. Ga ik voor jullie maken elke vrijdag. En vrijdag ook om 7:30 natuurlijk weer een GTA 5. Dus dat is een tweede keer GTA 5. Zaterdag, Murder. Ik weet dat jullie Murder heel erg awesome vinden. De laatste week geen tijd voor gehad door middel van Mindtopia. Omdat dat ze druk mee bezig waren iedereen. Maar in ieder geval zaterdag 13e is in ieder geval Mindtopia weer terug op mijn kanaal. Dan ga ik natuurlijk elke week, Murder. Ga ik natuurlijk blijven uploaden. En het is een terugkeer op zaterdag om 7:30. Minecraft Build Off.
Jawel, geen Hypixel Build Battle. Nee, gewoon als van ouds, Build Off. Ik heb heel veel nieuwe kijkers die DHD kijken, denk ik. En zeggen, oh, heb je gestolen van Linktijger? Daar heb je het goed fout, want ik deed Build Off al voordat Linktijger deed. Linktijger heeft toen mijn serie overgenomen. In ieder geval, ik ga weer Minecraft Build Off doen op mijn kanaal. Elke zaterdag om 7:30. Dus dat is echt super hyped. Als je er hype voor bent, laat even weten van, joh, Build Off is weer terug, yeah! Super tof. Daarna, zondags krijgen we natuurlijk de map van de kijker. Ik krijg dus hele gave maps. De map kan je natuurlijk opsturen naar rotjochmap@hobby.com. Super tof. En op zondag komt om 7:30 ook een extra Ark Survival line. Dus twee keer Ark Survival. Dat is mijn schema op het moment, inderdaad. Inderdaad, dus maandag tot en met zondag is dit het. Beneden in de beschrijving staat mijn vaste schema. Dus plak het op. Zet even je wekkertje weer, inderdaad. Laat me even weten of je het ook gedaan hebt. Je wekker zet van, oké, deze video's. Er komen 2 video's per dag van online. Maak je schema. Hang op je koelkast, op je deur, op je beeldscherm van je computer, naast je of zo. Houd het schema erbij, want er gaan echt hele toffe video's voor jullie aankomen in deze maand. En hopelijk gaan jullie gewoon kijken naar ook alle andere video's. Maar het komt dus basically neer op dit. Per week, 3 keer Call of Duty Black Ops 3. Ark komt 2 keer per week. GTA 5 komt 2 keer per week. Mindtopia komt 2 keer per week. Build Off, 1 keer per week. Interactievideo, 1 keer per week. Random video, map van een kijker en Minecraft Murder. Allemaal 1 keer per week. Dus 14 video's per week, 2 per dag, eentje om 7:30, eentje om 7:30. Verschillende soorten series, dus niet alleen maar Minecraft, maar inderdaad ook GTA komt erbij. Call of Duty Black Ops 3 is nieuw, maar zoals jullie gemerkt hebben ook Minecraft minigames, zoals inderdaad Skywars, die valt eruit. En Minecraft Hunger Games valt er ook uit. Ze kunnen nog wel een keer terugkomen op de random videodagen. Natuurlijk, het kan altijd, ik kan het altijd opvullen. Maar voor nu, de standaard video's zijn inderdaad deze video's, dat jullie het even weten. Goed, in ieder geval mensen, dit was mijn nieuwe schema. Hopelijk vind je het hartstikke tof. Ik kan het dus reacties pas lezen als ik terug ben van vakantie. Ik wil lekker weg naar Oostenrijk. Ik ben al vertrokken. Dus op het moment dat je de video kijkt, zit ik al lekker op de piste te snowboarden. Hartstikke awesome. Lekker gaan. Lekker, yeah. Helemaal tof. Mensen, hopelijk vind je het hartstikke tof. Ik hoop dat jullie echt al die video's gaan kijken en er heel veel plezier van gaan krijgen. En ik ben blij dat ik eindelijk gewoon ook videogames ga spelen die ik graag zelf wil doen op mijn kanaal. Behalve alleen Minecraft. Hopelijk ontvangen jullie het goed. Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Doe lekker een blauw duimpje omhoog als je het awesome vindt. Als je er heel veel zin in hebt. En vooral laat even weten welke serie jou het allervetst lijkt. Of jij het allervetst vindt. Laat me even weten beneden in de reacties. Mensen, ik wil bedanken voor het kijken. Later was het ziens. En natuurlijk. Bye.